Goedemorgen, Stef Haagmans, werkzaam bij Jan van der Bomen. We zijn hier op de Mierlozenweg, laatste dag voor de bouwvak. Of voor het begin van de bouwvak. We hebben fase 5 bijna beëindigd. Het gaat dadelijk voor 3 weken gewoon open voor alle verkeer. En 12 augustus sluiten we dit gedeelte weer af. Gaan we verder met fase 5 en fase 6. Fase 5 gaat tot einde bloemboutique Nicole en een stukje de Hoefjes in. Dat is de eerste paar weken van de, na de vakantie. Daarna gaan we naar het spoor en dat wordt tot half september gemaakt. Na de half september is dan de oorlog gebeuren. Dan hebben we rekening gehouden met de bevrijdingsactiviteiten zijn er allemaal. Dus hebben we rekening gehouden dat we hun niet in het vaarwater zitten. Dus we hebben onze planning helemaal op aangepast en dat zit er allemaal mooi netjes in. We zijn nu ook hartstikke blij dat we het gehaald hebben. Dit was toch een heel gesjouw om het allemaal in die tijd klaar te krijgen. Want ik hoorde zowel van de bewoners als van de winkeliers dat ze toch heel erg blij zijn dat vandaag toch dit stadium bereikt is. Ja, ja, het was voor ons ook spannend, net zo goed. Maar het zat er allemaal elke keer net in, dat is net genoeg. Hè? Het ook overal mee meegezet de afgelopen week? Ja, afgelopen week het alles meegezet. We hebben van niemand last gehad. En de bewoners ook niet. En het enige waar we last van gehad hebben is veel koffie, ijskoos en worstenbroodjes. Dus dat scheelt ook weer een dag, denk ik. Maar daar zijn we heel blij mee dat het zo opgevangen wordt, iedereen. En ook door de horeca en door de winkeliers. Die hebben ook allemaal zijn best meegewerkt. Dus ja, we moeten toch met z'n allen doen, anders komt het toch niet. Dan zou ik zeggen, heel fijn uitrusten deze vakantie. Dat hebben we nodig, denk ik. En dan na de vakantie zien we wel weer verder. Helemaal goed, dankjewel. Wat ben je aan het doen, Erik? Nou, we zijn even bezig de voorbereiding van de dagelijkse koffie die we hier schenken. Om 11 uur hebben ze even een kleine pauze en dan een kwartier koffiepauze. Dus ze hebben hier al die weken dagelijks koffie gehad? Nee, ik ben nou aan de beurt geweest de laatste 3 weken. Daarvoor was het Van de Akker. En we hopen dadelijk na de vakantie dat iemand bij Ginzert verder gaat overnemen. En waar gaat er vanmiddag nog een speciale afscheids? Nee, vanmiddag niet, maar dat doen we dadelijk pas als de hele weg klaar is. En dan wordt er ook een glaasje bier geschonken? Het is wel te hopen, ja. Nou, maar als het zo doorgaat, dan zijn we denk ik in augustus al klaar. Nee. Dus je bent wel tevreden? Super tevreden, super tevreden. Goede samenwerking, ik heb er bijna helemaal geen last van gehad. En het resultaat is gewoon mooi. Super. Tot na de vakantie. Ja. Koffie. Koffie. Ik hoor zeggen dat die mensen die hier gewerkt hebben, verdomme hard gewerkt hebben. En nog. En nou hebben ze vakantie. En na de vakantie komen ze weer terug en dan gaan ze er flink hard tegenaan. Want ze hebben hier zo hard gewerkt, dan zijn ze er nooit zo mooi voor elkaar gekregen. En het is, mooi uit, het is een heel verbetering. Het is een heel verbetering, want zo het uur zwaar water ook allemaal gaat en bult en gaat en bult. En nou is het 100% in orde. Dankjewel.